was geniaal, hij had een visie. Ik heb hem ook nooit gehoord over, kijk, ik dat eens mooi gemaakt hebben. Enerzijds briljant, anderzijds onbegrepen. Als mijn vader er niet was geweest, dan was het hier een troosteloos meer geworden. Johan van Veen was echt een briljant ingenieur. Hij maakte zich ruim voor de oorlog zorgen over de staat van onze dijken. En helaas werd er niet naar hem geluisterd. We moeten nu iets doen. Iedere keer de plannen ingediend en werd dan weer weggestuurd. En met het jaar zag hij dus het achteruit gaan en werd hij eigenlijk wanhopiger. Zijn plannen werden beter. Maar het land ging achteruit. Ja. Ik heb hem domweg die tekeningen van het Deltaplan met zijn pennetje zien tekenen. En met de Ecoline, ik moest die Ecoline nog halen bij de kantoorboekhandel. En in de oorlog heeft hij dat dus ook gekopieerd. Want hij wilde niet dat de Duitsers wisten. En dan moest ik dat inkleuren met Ecoline en dan in mijn poppenwagentje. En dan bracht ik dat naar een adres die het dan verder zou brengen. En ik mocht niemand wat vertellen. Nou, ja, zo zijn dus heel veel van die plannen naar Engeland gegaan en na de oorlog weer teruggekomen. En dit is het uiteindelijke Deltaplan. Ja. Eind 52 hadden ze het al, want 1 februari is de ramp geweest, maar toen was dit al klaar. Hij had het allemaal klaar. Zo trof Johan het aan. Dit was gewoon een open waterval en men stond maar met handen in de broekzakken ernaar te kijken, want daar zeiden ze, daar doe je niks meer tegen. En Johan dacht al gauw, daar moeten schepen afgezonken worden. En hier is dan de 2 afgezonken schepen. Daardoor heeft hij een enorme ramp voorkomen. Want als dat gewoon was doorgelopen, nou, dan waren steden met tienduizenden, honderdduizenden mensen waren ondergelopen. Dat was echt verschrikkelijk geweest. Er was een atoombom, was er niks bij. Dat is de Analogon. Eigenlijk een soort eerste computer, analoge computer. Ja. En hij kreeg hier ontzettend veel kritiek over in het begin. En hij heeft dit steeds verder doorgevoerd en dat werd de basis voor het uiteindelijke Deltawerk. Waar alle denkbare stromingen bij de Deltawerken gesimuleerd konden worden. Mag maar open. Zijn leven is eigenlijk op persoonlijk vlak niet zo gelukkig geweest. Dat hij meestal het huis ontvluchtte. En dat moet heel zwaar voor hem zijn geweest. En hij had natuurlijk ook zo vaak een hartaanval gehad. En hij werkte altijd, hij had nooit vakantie. Want hij heeft projecten over de hele wereld gedaan. Niger-Delta, de Shell heeft hem gevraagd, Maracaibo. Maar het belangrijkste is natuurlijk de Deltawerken. 1 of 2 maanden voor je overleed. En toen zei hij, ik zou graag over 200 jaar terugkomen. En kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Ja. Ja. Dus hij was daar nog altijd mee bezig. Als zijn ideeën maar verder kwamen. En dat hij daarachter zat, dat vond hij niet belangrijk. Als het maar gebeurde. Veel later, hoofdingenieur-directeur, algemeen directeur van de Rijkswaterstaat. En die zei, iedere keer als we een probleem hebben, dan gaan we naar de kast van Van Veen. En daar ligt al het antwoord. De Maasvlakte, wat ze dan nu pas uitvoeren, dat staat allemaal al op tekening. En nu doen ze net alsof het een nieuw plan is. Ik denk, oh, ze hebben in de kast van Van Veen gekeken. Ik denk, ja, hé. Hey. Ik denk dat Johan van Veen nog steeds actueel is.
Zijn gedachtegoed is de basis voor het huidige waterveiligheidsbeleid. Niet alleen met de deltawerken, zoals ze er nu al bij liggen, maar ook zijn oproep om continu alert te zijn. Ik denk dat dat minstens zo belangrijk is. Hij heeft laten zien dat we onze dijken, onze waterkeringen niet mogen verwaarlozen. En dat geldt ook vandaag nog steeds de dag. Een van de mensen die het Nederland een ander aanzien heeft gegeven. Zowel technisch als geologisch. En economisch toch ook. Dat is toch wel een hele bijdrage geweest aan iedereen. Als land mag je daar toch ook wel trots op zijn en dat uitdragen. Maar de meeste mensen weten het totaal. Johan van Veen zegt ze dan niks. Binnen de wereld van de waterbouw is Johan van Veen heel bekend. Het is echt een icoon. Iedereen weet dat hij de grondlegger is van de deltawerken. Maar wat we ook zien is dat zijn naam, in ieder geval naar het grote publiek toe, daar niet aan verbonden is. Terwijl hij echt heel belangrijk geweest is. Vandaar ook dat het nodig is, denk ik, dat we zijn nalatenschap, die nog steeds bestaat, op een goede manier gaan bewaren. Ja, dan is nu wel het moment om dat te gaan doen. Als ik er niet meer ben, aan wie laat ik dat achter? Gaat dat ergens in een prullenmand, op een vuilnishoop? Het zal toch niet waar zijn? Het is ook belangrijk dat we het verhaal vertellen aan het grotere publiek. Ja, en dan is een documentaire een heel belangrijk middel. Het is gewoon het ABC dat dat vastgelegd wordt. Niet voor niets is de watersnoodramp één van de 50 vensters in de kanon van onze geschiedenis. Johan van Veen is daar onlosmakelijk mee verbonden en daar verdient hij waardering voor. Veel meer dan wat hij nu krijgt. Dat gaat gewoon gebeuren. Van Veen hoort er zeker bij.